steentje voortaan, hè. Een van de grote fietsers in Willekeuze, van een schitterende afstand. Ja, ja, volgend jaar gaan we super afstellen, denk ik, op dat moment, hè. Dat is dus met nummer 32. Maar die had ik nog willen. Nummer 32 is de directeur. En dan gaan we kijken of die doorkomen. En dat komt natuurlijk hier vandaag een mooie tijd. Want die eerste ronde, die gaat zo dadelijk in 6 minuten. En dat is mooi. En dan ligt Juri Wolf ligt aan de leiding, hè. Juri Wolf, daar ligt hij van Puntelaan bij. En dan loopt hij in het licht erbij. Daar gaan we kijken. Van de Drunense aan de diepe. En dat is wel mooi. Als we dan kijken naar deze atleet, daar mag je zeggen. Hier, dat hebben we hier met nummer 36 en die hoofd zit erbij. Daar zit in Elfling uit Lichtenvoorde. Leeg en Kutselaar. Dat zijn de mannen die hier doorkomen in 12 minuten. Persoonlijk record 10 kilometer 28, 59. Ja, ik denk dat het is in een 5-4. 20 jaar, 50 jaar, als we dan het Gerard de Brokenplein kunnen hebben. Ah, laat je duizend. Daar zit natuurlijk Triesje bij, daar zit een vier. De tweede tijd van voor 16-10, we hebben 16-15 en dan moet je natuurlijk kijken, daar komt hij. Je mag hem feliciteren, je mag hem een applaus geven. De winnaar van vorig jaar, hij gaat naar een tijd van 16 minuten en 26 seconden. Die loopt hier naar 17-14 en dan was de 50, die loopt onder andere om een.